In het archief heb ik nog wat sporen gevonden van de mama en de papa van Fee. Weet je nog dat ze in de vlog een brief kreeg van haar mama en papa toen ze zelf in de Ardennen woonde? Wel, haar ouders hebben haar nog een tweede brief gestuurd, vanuit de Dolcijnkazerne. De brief is ondertussen wel erg oud en hij is moeilijk te lezen. Haar papa schrijft in het Frans en in het Duits en het is allemaal wat onduidelijk. Maar we zullen samen een keer een kijkje nemen. Ik zal een stukje voorlezen, dan kunnen we de tekst samen ontcijferen. Ma chère petite Félicie, courage. C'est seulement question de quelques jours peut-être que je serai absent. Il n'y a absolument de danger. Sois sage et n'ayez pas peur. Je t'embrasse tendrement sur les deux joues. Console Oma et dis bonjour aux autres. Papa. Begrijp je wat er staat? Félicie's papa zegt... Wees dapper. Het is maar enkele dagen voordat we weer opnieuw samen zullen zijn. Wees niet bang. Er is niet echt gevaar. Ik kus je op allebei je wangen. Ik knuffel je. Troost oma en zeg dag aan al de anderen.